Ja, driekwart eeuw na de oprichting is het CPB behoorlijk veranderd en toch ook weer niet. Het bureau rekent nog steeds als onafhankelijk instituut plannen door, hebben we net vernomen. Maar sinds de tijd van Tim Bergen is het werkterrein van het CPB wel aanzienlijk verbreed. We houden ons met veel meer onderwerpen bezig. We gebruiken andere onderzoeksmethoden en niet alleen macro-economische modellen. We hebben inmiddels een data science team. En we werken samen met de andere twee planbureaus, SCP en PBL, op thema's die variëren van integratiebeleid tot mobiliteit. Met als gemeenschappelijke noemer brede welvaart. Duizenden artikelen in de kranten heeft ons werk opgeleverd. En dan zie je eigenlijk dat er in de loop der tijd ook weer niet zoveel veranderd is. Krantenkoppen als voorspellen blijft een vak vol risico's. Pleisters plakken enig middel tegen pijn en recessie. En partijen zetten CPB-cijfers naar de hand, geven aan in welk politiek krachtenveld het CPB eigenlijk altijd opereert. En dit zijn koppen uit de oude doos, maar ze zouden gisteren nog in de krant hebben kunnen staan. Toch ligt het werk dat we doen niet zonder meer voor de hand. Het is een groot goed dat feiten serieus worden genomen in het Nederlandse debat. Economisch ligt er weer een bijzondere tijd voor ons met veel kansen om de toekomst vorm te geven en de hiaten in de samenleving aan te pakken. Tim Bergen die dacht, nou, we gaan een soort plan maken. Wat was ook in de naam van de minister van Economische Zaken, Vos, dacht ik. Eigenlijk ook een soort co-oprichter. Maar uiteindelijk, Bill heeft natuurlijk ook wel invloed gehad. Het is niet helemaal geworden. Wat. Nee. We noemen het nog steeds een plan. Dat roept in het buitenland nogal grote verwarring op. Als je uitlegt dat wij een plan hebben ieder jaar. Oh, we dachten dat gestopt was met de Sovjet-Unie. Ja. Toch. Nee, maar het is natuurlijk een waanzinnige felicitatie in eerste plaats aan de mensen die nu thuis zitten en hier werken. En ik vind het echt altijd kwaliteit leveren. Altijd kwaliteit. Ik bedoel, die onafhankelijkheid is voor mij denk ik ook een van de bestaansredenen van het CPB. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat hij niet in het geding komt. En het CPB zelf heeft daar denk ik op dit moment niet de hoofdrol in, maar de politici denk ik wel. Want het is natuurlijk heel goed dat partijprogramma's worden doorgerekend, dat beleidsmaatregelen worden doorgerekend. Dat heeft een heel disciplinerend effect. Daarnet werd al geroepen, was dat in Zuid-Europa maar ook zo. In mijn biografie, die over niet al te lange tijd zal verschijnen over Tim Bergen, concludeer ik dan ook dat voor iemand als hem, een economische expert bij uitstek, het allermoeilijkste is om los te laten. Om te accepteren dat niet alles te beheersen, te besturen, te managen is. Dus als Rutte het gevoel heeft dat die verantwoordelijkheid te groot is, dan is het terecht als hij voortaan stelt, dat is de schuld, ik bedoel de erfenis van Tim Bergen. Communicatie is denk ik een punt waar je volgens mij als CPB steeds meer tijd en aandacht aan zal moeten besteden. En ook in een toon en zeg maar in woordkeus die, en ja, dus niet formules, maar ook in woorden die zeg maar de krantenlezer of de media of politici ook kunnen gebruiken. Dus je moet wel echt die vertaling steeds maken. En zelf, bij het CPB heeft natuurlijk nu een mooie ruisstijl, mooie plaatjes. En het grappige is, dat wil ik zeggen, omdat het 75 jaar bestaat, dat toen we een keer terugkeken, we ook ooit hebben ontdekt dat de infographic al heel lang bij het CPB was. Want er waren er sommetjes gemaakt over hoeveel taartjes, er was een inkomensbeeld gemaakt, en hoeveel taartjes en hoeveel dingetjes daarvan komen. Echt hele mooie plaatjes, dat is te vinden op de CPB-site. Dus alles wat was, komt ooit weer terug. Maar dat zou ik op dit punt ook zeker vasthouden. De wetenschap is wetenschap. Dat betekent dat er ook dan niet altijd absolute, vaste, overtuigde, vastgestelde feiten zijn. Zeker rond zo'n pandemie en rond zo'n virus. Ja, je vaart, heb ik wel eens gezegd, met 50% van de kennis moet je 100% van de besluiten nemen. En de wetenschap probeert je naar beste eer en geweten die inzichten te verschaffen. Ook planbureaus kunnen op een gegeven moment van mening veranderen. Of kunnen zeggen, ja weet je, we hebben nog eens goed ernaar gekeken. En we denken toch dat iets bijstellen daar en het model iets meer zus, dat toch een zuiverder beeld van de toekomst meer voorspellende waarde heeft dan we dachten. Dan zegt de buitenwereld, oh dus jullie zaten er altijd naast. Nee, we hebben voortschrijdend inzicht en dat verwerken we nu in de modellen. Dat moet je ook wel uitleggen. Anders denken mensen, ja zo'n planbureau geeft een rapportcijfer, dat is een soort absolutisme. Dat is natuurlijk niet zo, dat zijn bandbreedtes. Idealiter wil je dat zo'n model is zoals een slingervergelijking. Perfect betrouwbaar, want dan kun je doen wat die lui willen. Dan kun je de politiek optimaal
optimaal helpen. Dan kun je laten zien van jongens, ik weet zeker, als je dit doet, gaat er dit gebeuren. Dat is waar je natuurlijk het meest aan hebt. Maar ja, dat is niet zo. En zo'n model zal een glazen bol zijn. Een glazen bol vertelt je perfect hoe de toekomst eruit ziet. Dat zijn de modellen van het CPB niet. Ik vind de modellen van het CPB, of in ieder geval Saphir, heel erg vergelijkbaar met Mr. Spock. Ik neem dat jullie Mr. Spock kennen. He, dat is die persoon uit de serie Star Trek. Een hyperrationele persoon. Die veel meer verbanden kan doorzien dan een gewone sterveling in die serie. Die is veel slimmer dan de rest. En die weet hoe allemaal dingen met elkaar verweven zijn. Er is altijd verstandig om naar Mr. Spock te luisteren. Mr. Spock is geen ziener. Die weet niet wat er precies gaat gebeuren. Mr. Spock heeft het ook vaak fout. Maar het is altijd verstandig om zijn mening wel serieus te nemen. En dat is volgens mij de rol van de modellen binnen het CPB. Zo'n model kan veel meer verbanden doorzien dan gewone stervelingen. Doet het op een rationele, zakelijke, verstandige manier. En het is altijd belangrijk om daarnaar te luisteren, wat mij betreft. Maar het is niet een glazen bol. Als ik naar het CPB kijk met die verrekijker en ik zie dat, dan zijn het voor mij samenlevingsingenieurs. Dat is wat ze doen. Als een ingenieur verhouden ze zich tot de samenleving, proberen ze met hun hart op de juiste plek, dat is echt zo, te kijken van welke ingrepen in de samenleving hebben welke gevolgen, opdat de samenleving er zo goed mogelijk uitziet. En dat is wat ik waarneem als ik naar het CPB kijk. En ik vind het verstandig om naar ingenieurs te luisteren. Ook naar samenlevingsingenieurs. Maar waar volgens mij enorme behoefte aan is, op zijn minst in ieder geval bij mij, maar volgens mij ook bij heel veel beleidsmakers, is om voortdurend op basis van de veranderende omstandigheden gedegen analyse te hebben van waar gaat dit naartoe. Maar bijvoorbeeld ook dat meer dat eindplaatje, dat oude normaal, waar de premier Rutte gelukkig het inmiddels weer over heeft, dat nieuwe normaal, dat gaan we al een beetje afstand van nemen. Hoe kan je daar komen? Wat is nou de mogelijkheid om binnen zo en zoveel maanden daar en daar te komen? Welke economische vooruitzicht hoort daarbij? En niet om precies te zeggen van op 1 juni volgend jaar is het allemaal over. Dat zou natuurlijk flauwekul zijn. Maar wel dat je probeert om op die manier meer analytisch naar die situatie te kijken. Dat je ook het kabinet helpt om door die tweede golf heen te kijken. Want die zijn natuurlijk zo bezig met die brand te blussen. Nou, er was een oproep in de krant natuurlijk van de planbureaus om zo'n stip om de horizon. En ik denk, nou, voor mij is dat dus een opdracht aan hunzelf, lijkt mij. En dan moet je ook een beetje loskomen van je normale routine qua publicatiedata. En je raming moet er per se in juni en december. Nee, dat betekent dus ook dat je het lef hebt om op een gegeven moment zelf iets te agenderen. En daar is de know-how is natuurlijk voor aanwezig. Ja. Tot slot wil ik me nog even richten, speciaal tot alle medewerkers thuis. Jullie zetten dag in dag uit met veel toewijding het werk van onze oprichter voort. We zijn allemaal telgen van Tinbergen. Alles wat het CPB tot stand brengt is te danken aan jullie deskundigheid, jullie bevlogenheid, jullie inzet. Dank daarvoor. Samen maken we het CPB, ook in de toekomst.